flashback naar 1994. De muziek van 25 jaar terug. Ja, zo dadelijk de hits. Eerst de voorpagina van de bekendste ochtendkrant erbij pakken. Dit was in het nieuws. Het Engelse theatercastingbureau Thornton zocht Lily Putters om de rol van dwerg te spelen in de pantomimeversie van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, dat rond kerstmis in de Engelse theater zou worden opgevoerd. In Engeland was namelijk een tekort aan kleine mensen die de rol van dwerg konden spelen. Nou, je hoeft het dus niet goed te kunnen acteren, aangezien er niet in gesproken werd. Het sprookje werd in gebarentaal verteld. En ja, over kleine mensen gesproken, 20 Fingers had een hit te pakken. Ja, met deze.
leave. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine.